Ik ben Willem Kouwenhoven. Ik ben vrijwilliger in het Baggermuseum als rondleider. We hebben hier heel veel modellen van allerlei baggerschepen. Hier ziet u een model van de sleep hopperzuiger. Dat is een echt modern schip. Alleen ik wil u wat meer gaan vertellen over het baggeren in het verleden. In het verleden werd zo'n schouwtje gebruikt. En dan gebruikte men de baggerbeugel. En zoals hier te zien is, werd dat over de schouder, werd het over de bodem getrokken. En de baggerspecie die kwam in het bagger, in het schoutje terecht. Dat is nog gebruikt tot de jaren 60 van de vorige eeuw door de boeren. Toen kreeg je de landbouwmechanisatie en dat was het einde van het baggerbeugeltijdperk. Het was vies en zwaar werk. Men gebruikte daar een jasje voor, dat werd een turk genoemd. En men had zogenaamde klomplazen. Als ik mijn voet daarnaast zet, wat dan opvalt is hoe groot dat die klomplazen was. En dat werd in de winter werd dat met stro gevuld om de voeten warm te houden. We zien hier ook de schep waarmee het baggerbootje werd geleefd. En dat was natuurlijk ontzettend veel werk. Nou, hier hebben we een model van het schoutje. Hier sliep men in het vooronder. Ging men naar beneden. Je ziet hier het zeil. De mensen die gingen hier letterlijk onder zeil. En daar komt de uitdrukking onder zeil gaan weer vandaan. En men moest dan ook weer wakker worden als het hoog water werd. Destijds was er nog een verschil tussen hoog en laag water van ruim 2 meter. Tegenwoordig is dat nog maar een 25-30 centimeter. Toen het Haringvliet is afgesloten. Dus destijds viel dat bootje 2 keer per dag op het droge, op een zand of op een slipplaat. En dan kon het zijn dat ze overdag moesten slapen. En hoe werden ze nu wakker? De baggeraars hadden daar een volgende op gewonden. Men had een boei, dat werd overboord gezet op de zand- en slipplaat. Men had de touw van de boei had men om hun been gewonden. Daar werd dan aan getrokken en daardoor werden ze wakker. Nou, het bootje dat werd geleefd door middel van een kruiwagen. Dan werd een loopplank naar de wal uitgelegd. En dan met de kruiwagen werd de baggerspecie naar de wal afgevoerd. Nou was het heel veel werk om het schoutje gevuld te krijgen, maar ook heel veel werk om hem weer leeg te maken. Hij maakte het schoutje dubbelwandig, zodat men luchtkast creëerde. En men maakte bodemkleppen. Dan was het een kwestie van de bodemkleppen openen op plaatsen waar het diep was. En dat is eigenlijk hetzelfde principe wat tegenwoordig nog bij de sleephopperzuiger wordt gebruikt.